Het fastfoodrestaurant McDonald's Suriname wil het gebruik van plastic rietjes verminderen. Wereldwijd timmert McDonald's aan de weg om oplossingen te vinden voor het verminderen van plastic verpakkingsmateriaal. Daarom zal het Surinaamse restaurant vanaf vandaag niet meer automatisch rietjes afgeven bij softdrinks. Ze doet dit omdat plastic rietjes een duidelijke negatieve bijdrage leveren aan het milieu. Het doel van het bedrijf is om in 2015 volledig over te stappen op 100% recycle verpakkingsmateriaal. McDonald's heeft bewust voor 8 juni gekozen omdat het vandaag Wereldoceaandag is. Op deze dag wordt stilgestaan bij al het moois dat de oceaan te bieden heeft en wordt gevraagd om bescherming hiervan. Voor de McDonald's klanten die erop staan, zullen er rietjes beschikbaar zijn. Echter doet de McDonald's een beroep op de gemeenschap om mee te werken aan dit initiatief.